Welkom bij 3 minuten dronevluchten met vandaag gemaalde heining. De heining is een gemaal ten westen van Marm in de Nederlandse provincie Friesland. De bouw ging in april 2017 van start. Op 14 maart 2019 werd het voor het eerst in gebruik gesteld. Het was een samenwerkingsverband van de provincie Friesland, het Friske Gea, de gemeente Verwerderadeel en het Waterschip Friesland. De totale kosten bedroegen ruim 13 miljoen euro. Het gemaal loost het water op de Waddenzee. Een vistrap houdt het water tegen dat naar de Waddenzee wil terugstromen. Zo blijft in een groot deel van de geul genoeg water staan en hebben de vissen langer de tijd om naar het gemaal te zwemmen. De pompen waren bij plaatsing in 2018 de grootste visvriendelijke vijzels in Nederland. Ze wegen ongeveer 8 ton per stuk. De totale capaciteit van het gemaal is ongeveer 252 kuub per minuut. Het gemaal heeft 2 vijzels, 1 voor de polder en 1 voor de Friese boezem. De naam van het bouwwerk is afgeleid van een heining, een afzetting, op de zeedijk die zich in de omgeving bevond. Het gemaal is niet zoals gebruikelijk voor of achter de dijk, maar in de dijk gebouwd. De heining creëert met haar vispassage een zoet-zoutwaterovergang aan de zeekant, waar vooral de glasaal van profiteert. Dit is cruciaal voor de paling, die nog steeds ernstig bedreigd wordt in Nederland. In de vispassage naast het gemaal zit een pomp die zoet water pompt naar de zeekant, waarmee een lokstroom ontstaat voor geïnteresseerde trekvissen. Als de vissluis openstaat, loopt de stroom van zoet water daar doorheen. Deze lokstroom kunnen glasalen en stekelbaarzen van honderden meters verderop ruiken. Ze zwemmen het zoete water achterna tot aan de vissluis, die een soort wachtruimte is voor de passage in de dijk. Een paar keer per dag gaat de klep van de passage open, waarbij de visjes door een tunnel in de dijk naar het binnenwater spoelen. Andersom kunnen vissen van zoet naar zout via de lokstroompomp of de vijzels.